Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Met mij wel. Ik heb vandaag is het zaterdag, sabbat. En op sabbat werkt men niet. En ik heb vandaag dus niet gewerkt. Ik heb door de regen gelopen met mijn Olympus TG6 onderwatercamera. Maar ik ben buurtconciërge in Klarendal. En heb ik een camera nodig, want iedereen die doet allemaal hele stoute dingen. En dan moet ik er foto's van maken en dan moet ik doorcommuniceren met de betreffende partijen. En ik had zo'n leuke Leica-achtige camera, maar die kan niet tegen die regen. Die is inmiddels weer helemaal opgedroogd en het doet het weer, maar... Ja, op de betreffende dag, dan kan ik geen foto's maken. Ja, ik kan net zo goed naar huis gaan. Maar is het ook niet zo erg als het zo hard regent dat je dan naar huis gaat. Maar nu heb ik een waterdichte camera. En het regende lekker. Dus. Maar gewoon lekker wandelen. Niet werken, gewoon lekker wandelen. Een succesje gescoord. Dus het is ons gelukt. De buurtconciërges van Klarendal. Om een probleem waarvan volkshuisvesting zegt... ja, dat pand is niet van ons. En een handhaving zegt van... ja, het is, er zit begeleiding op bij windvoerder. En de huiseigenaar die zegt van... ja, ik heb er ook helemaal niks mee te maken. En iedereen zegt maar, bekijk het maar. En dan komt de buurtconciërge. Ja, ik heb voor elkaar gekregen. Die huiseigenaar, die had ik afgelopen dinsdagochtend aan de lijn. Want de termijn die hij gegeven had, die was voorbij. Ja, het is zijn pand. Punt. Ik heb tegen die mensen ook gezegd van... jongens, als dit volkshuisvesting was, dan was er helemaal geen probleem geweest. Hè? Maar nu is het privé-eigendom. En dan gaan we allemaal een beetje naar elkaar lopen wijzen. Nee, die huiseigenaar, die verdient toch die poen aan de pand... Ja, en dat pand zat er in een buurt. Hè? En die buurt die maakt toch de waarde van dat pand zo mooi. Hè? Ja, zorg ervoor dat je pand niet de waarde van de buurt omlaag brengt. Dat heet pissen in je eigen broekzak. Het geeft even een lekker gevoel. Maar daarna krijg je toch een hele koude dijen. Het werd die kwaad, jongen. Terwijl ik, zoals ik het nu zeg, heb ik het niet gezegd. Ik heb al heel netjes gehouden. Ja, ik ben in dienst van de gemeente. Voor hetzelfde geld neemt hij dat gesprek op een andere kant. Dus ik blijf heel rustig, heel netjes. Maar ik zeg wel tegen die man van, ja, wat u nu zegt. Of wat je nu zegt. Dus jij zegt, dan ging ik hem even samenvatten wat zijn mening dan was. En toen had ik hem aan de stok. En op die manier is het gesprek voorbij. Ik denk, nou, dan moet je vooral zo beginnen. Ja, leuk werk, hoor. Ik heb helemaal geen zeggenschap als buurtconciërge. Dat is zo leuk. Je hebt wel de verantwoordelijkheid. Ja, de mensen in de buurt, dan sta ik dan weer foto's te maken bij de betreffende voortuinen. Dat er niemand langskomt op de fiets en die roept tegen mij, het is een grote schande. Ja, wat ook een grote schande is, is dat je dat zegt tegen de buurtconciërge en er gebeurt helemaal niks. Dus je bent wel verantwoordelijk. Maar je hebt geen zeggenschap. En daar kwam weer uit voort. Dat is ontzettend positief. Dat die jongen. Ja, de man in kwestie. Dat is een. Ja, zo'n typische. Ja, zo'n typische. Ja, zo'n man die 's morgens vroeg buiten zit. En er zit hier iets onduidelijks te draaien. Maar dat is niet de checkie zo van mij. En die zit dan 's morgens vroeg al aan het bier. En. Ja, zijn Nederlandse taalbeheersing is mondjesmaat. En hij heeft een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is niet geboren in hier een gewaard of zo. Zijn ouders, in ieder geval, niet. Die komt uit de Antillen, denk ik. Suriname. Ik weet het niet. Het is een man die heel verbaasd hier in Nederland zit. En bij God niet weet wat hij moet gaan doen. Kijk, ik drink ook graag een biertje.
Maar die man, die heb ik eens gezien. Ik ben niet binnen geweest bij hem. Iemand heeft, die bewindvoerder, die heeft foto's laten maken. Ja, en die mocht ik dus zien. En onder de bank van die man, daar lag werkelijk een meter blikken. Een halve liters zwaar bier. Allemaal dicht, hè? Ja, dat is ook niet echt nodig, dacht ik, hè? Dat je niet naar de supermarkt gaat en één blikje haalt, oké. Okay. Als je voor een paar dagen haalt, dat je 4 of 5 blikjes haalt of zo. Maar een ruime meter. En dan gebruikt hij ook nog middelen. Nou, zo iemand is hopeloos verdwaald. En er zijn er wel meer. Hij is echt de enige niet. En ik vind het fijn. Ik vind het fijn om daarin iets te kunnen doen. Want ik was bezig met mijn ronde te lopen en kwam ik even langs het winkelcentrum. Want daar is ook een ondergrondse container en die checken wij allemaal. 100 in totaal. Als het niet meer zijn. Dus ik heb er vandaag ruim 50 gecontroleerd. Ja, was ik ook bij het winkelcentrum. En dan stap ik even naar binnen bij de Ziggo. Een soort sigarenwinkel. Dan kan je ook, ja, je kent het wel. Dan kan je ook pennen kopen en wat blaadjes en blokken. Ja, en tabak natuurlijk en aanstekers. En ik denk ook wel lotto dingen. En je kan pakjes ophalen en weglaan, ja, opsturen. En die twee mensen, die ken ik. Dus daar even 5 pakjes check in 1 keer gekocht. Ja, vind ik wel zo makkelijk. Ja, ik zit toch tegen hem. Ja, ik stop voorlopig niet meer roken. Dus nou, ik hoef niet bang te zijn dat ik het allemaal weg moet gooien. En het spul blijft zo lang goed, joh. En hij, die zei tegen mij, hij was degene die mij, nou, 2,5 week geleden, tegen mij, aan mij had gevraagd, hoe zit het eigenlijk met die voortuin daar? Dat was tijdens een openbare vergadering. En toen zei ik, ja, we zijn mee bezig. Ja, volkshuisvesting, die beweert dat het pand niet van hun is. Wat nou? Ja, we wisten al heel lang van het probleem, hoor. Het punt was, ja, het zit op privéterrein. Dus ja, de eerste dag dat je er langs loopt en je ziet die bende er liggen, het is privéterrein. Het is niet ons onderzoeksgebied, hoor. We hebben daar geen zeggenschap. Nou, dat begreep hij wel. En hij was degene die mij tipte van, ja, dat is privébezit, dat weten we precies. Want ik begreep er eerst helemaal niks van. Ik wil naar die kaart kijken, dit is toch volkshuisvesting, man. We hebben zo van die kaarten, daar staat er precies op aangegeven wat er van volkshuisvesting is en wat van de woningbouwverenigingen is. Die heb je ook nog. En dan heb je privébezit. En in dit geval dan een huisjesmelker. En die gozer, die heeft een grote wijnhandeltoestand en een bak poen. En die koopt allemaal panden op. En de pleurt hij dan allemaal van die verdwaalde Antillianen in. En dan gaat hij een beetje zitten grinniken en kijken naar zijn huurpenningen. En het probleem is voor de buurt. Ja, dat dacht ik even niet. Maar die vent van die Sigo, die kwam er dus binnen van mijn check. En ik wilde hem gaan vertellen van, het is opgelost. Maar dat wist hij al. Zij zei tegen mij, hey, het is opgelost, hè? Ik zeg, ja. Ja, hoe kan dat? En tegen hem gezegd, ja, die gozer van die eigenaar toestand. Niet die eigenaar zelf, hoor, maar iemand die ervoor werkt. Die dacht me even een grote mond te gaan geven. Ja, en dat was snel afgelopen. En die bewindvoerder, die heeft mij gebeld. En ik heb hem bedankt. En die bewindvoerder zei tegen mij van, ja, ik heb veel, ja, dat is zijn business. Want die mensen, die moeten, ja, die worden dus in
in de buurt gezet in de hoop dat het dan goed gaat. Ja, wat moet je anders met die lui doen? Je kan bij het leger des Heils worden ze in de buurt van, wat is dat? Lunteren, dacht ik. Ja. En dan 5 kilometer buiten de stad. En er zitten al die doorgedraaide lui. Ja, wat hebben die lui daar te zoeken? Daar krijg je dus ook vechtpartijen en toestanden. Dat weet ik dan van mijn dochter, die heeft een stage gelopen. Ja, je moet gewoon. En die vent die zei van, nou, het is mooi dat ik jou nou ken. Wij als buurtconciërge. En dan hoop ik dat we in de toekomst kunnen gaan samenwerken. Kijk, dat vond ik positief. Dat zei ik ook erin de SIGO. En toen zei die vrouw van, ja, maar het is niet de bedoeling dat jullie de boel gaan opruimen daar. Ik zei, nee, dat doen we ook helemaal niet. Ik heb die voortuin niet opgeruimd, meer maar. Ik heb er even een punt van gemaakt. Nee, iedereen kan wel beginnen van, ja, maar wie moet het allemaal gaan betalen? Ja, ik zeg, dat maakt er helemaal geen donder uit. Die huiseigenaar, die beurt, ik weet niet hoeveel 100 in de maand voor dat pand. Nou, en dat hele boel opruimen, wat kost dat? 500 euro? Heb je het echt gehad? Nou, hebben ze 250 euro uitgetrokken. En, nou ja, dat laatste moeten wij dan maar doen. Oh, trouwens, nee, dat moeten wij helemaal niet doen. Er staat nog een winkelwagentje. Nou, dat doen wij wel. Die brengen wij wel naar Kruijer toe, naar de recycling. Want burgers mogen daar geen winkelwagentjes afgeven. Maar wij van de gemeente wel. En wij lopen in uniform. En dan weet die jongens kennen ons al. Nou, sommige karren hebben het gewoon gehad, hoor. En we zijn splijt aan. Maar voor de rest ligt er nog allemaal polystyreen. Ah, dat is zo'n dievenspul. Dan krijg je van die kleine balletjes. En dat waait de hele straat door. En het is een ongelooflijk werk om dat op te ruimen. En ontzettend irritant aan de oogbollen. Kijk, dit is een mooie brug. Want waar ik het over wilde hebben is een statusupdate. Van hoe gaat het nou met ons allemaal? Het gaat allemaal best wel goed, joh. Stel je niet zo aan. Ja, we kunnen in Arnhem geen caviar meer kopen. Nee. Ja, dat is heel jammer. Je kan ook niet meer van die lekkere Belgische kaas kopen. Oh, die was zo lekker. Hoe heet die ook alweer? De Dingersdaler of zo. Hom en kuit. Dat is ook niet meer te krijgen. Ja, voor een deel komt dat omdat mensen ja, een beetje afgestompt zijn, denk ik. Ze vinden het wel best om elke dag iets te eten op basis van gehakt half om half. En aan de andere kant komt het omdat de economie... Ja, beter kan je zeggen, we hebben helemaal geen economie. We hebben een geldsysteem. Waarbij ze af en toe dan pompen een beetje geld mee. Een beetje meer, een beetje meer, een beetje meer. Oké, en alles weer terug. En dan trekken ze de geldhandel weer terug. Hendel, bedoel ik. Of de moment. De geldkraan, kun je het ook zeggen. Ze draaien hem open en ze draaien hem weer dicht. Ja, ze spelen met het geld. En kijk je naar de dingen die mensen kunnen aanschaffen. En dan de diversiteit van het aanbod. Ja, dat is met rappe grote rake sprongen achteruit gegaan. In Arnhem had je 5 winkels waar je instrumenten kon kopen. Muziekinstrumenten, bedoel ik.
En je had een winkel en dan kon je houtbewerkingsspullen kopen. En je had een winkel en dan kon je de wereld aan. Alles met metaal kon je kopen. En mijn schroefjes van M3,5 tot en met boutjes, vleugelmoertjes, dopmoertjes, ringetjes, zeg maar. Een delicatessenwinkel dus, in de winkelstraat. Wat een groenteman, jongen. Ho. 5, 6 soorten appels, 3 soorten bloemkool, als het ware. Nou, dingen als aardappeltje, aardpeertjes. Je hebt aardappels, maar je hebt ook aardpeer. Dat is ook lekker. Een snijbiet, dat is ook lekker. Een schorseneren, dat is ook lekker. Dat is allemaal weg. Hier had ik nog een, in 2010, heb ik een supermarkt. En daar kon ik verse basilicum, en, geen koriander, maar ik had wel basilicum en dan had ik in een meer, je bieslook. En gewoon die potjes. Linzen kon je er kopen. Een hele normaal, niet heel bijzonder, verse groenten. Ja, verse groenten, maar ook linzen. En toen is die supermarkt verherverbeterd. En toen kon ik de linzen niet meer vinden. Oh ja, en die verse dingen, die waren er ook niet meer. Maar ik dacht, nou, je hebt nog wel linzen. Ik stap naar zo'n jongen toe en ik ken dan die vent van gezicht. Ik zeg, ja, de linzen, die lagen daar. Maar sinds de herverbetering liggen ze, dat is nu veranderd. Ja, zie je, de linzen die staan nu weer daar. Ik zo, oh. Hij zei, loop wel even mee. En gaf hij mij zo'n pak met een soort soepverpakking. Ja, dit is helemaal voorgekookte natte linzen. Ik zei, nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel die droge. Ja, zie je, die hebben we niet meer. Ja, laat dat maar zitten. Ja, dan ga ik wel naar de Turk. Had ik ze daar wel. En hoe lang duurt dat nog? En nu zijn die buitenlanders nog allemaal zielig. Hè? Dus, als jij als Hollander een etenswarenwinkeltje gaat beginnen. Jongen, ga er maar aan staan met je. Er komt alles. Hè? Er komt even langs. Dan heeft u de voorschriften wel gevolgd. Ik hoef jou niet te vertellen dat wat die Turkse slager en de Iraanse slager, hoe dat er daaraan toe gaat, dat hoeft de keurslager niet te flikken. Ja, het zijn buitenlandse mensen. En dan kan je nog wel wat dingen kopen. Maar hoe lang nog? Ik weet het niet. Misschien wel heel erg lang. Denk daar eens over na. Het is duidelijk dat firma's zoals Albert Heijn. En andere firma's ook. Hoor, dat die bezig zijn om alles naar zich toe te trekken. Ik weet het van een klant van mij. Die leverde aan Albert Heijn. Scheen daar. Vleeswarenfabriek. Ik weet ook alles van hun productieproces, want ik heb het geautomatiseerd. Dus ik weet precies hoe het gaat. En hoe ze die koeien, die worden ingekocht. Ze kopen die koeien in Zuid-Amerika. Dus dan gaat de vertegenwoordiger, als het ware, iemand die gaat naar Zuid-Amerika toe. En die gaat erin rondrijden. En die kiest de lekkerste koeien uit. En die zegt die. En die koopt al die koeien op. En die worden vervolgens verwerkt in Vlaams Schinda.
Er komt diep gevroren of zo, komt het daar naartoe en dan maken ze carpaccio en al die maken. Rosbief. Ja, die leveren dan Albert Heijn. Ja, en dan komt er ergens in januari. Ja, we willen graag een keertje langskomen van de Albert Heijn. En zij verkopen dan die carpaccio, zeg maar voor, zeg maar wat, hè, 13 de kilo. 13 euro de kilo. Of gulden was het toen. Stel, ik zeg maar wat. Hè. Nee, zeg maar een tientje. Mag ook niet. Tientje de kilo. Nou, en Albert Heijn. Die verkoopt het dan voor, ja, wat zou ik zeggen, 60 of zo. Hè? 60 euro de kilo. Ik zeg maar wat, hoor. Ja, zegt Albert Heijn. Wij gaan, heel goed bericht, hè. We gaan jullie producten promoten. En dat gaan we doen in juli. En die actie die begint om 24 juli of zo. Dat is precies, onze afdeling marketing weet precies wat ze doen, hè. Dus op het juiste moment beginnen wij de actie. En dan gaan we jullie product promoten. Ja, ze scheen daar wat een leuk idee. Ja, zegt Albert Heijn. En dus wordt de inkoopprijs... Die gaat dus omlaag. Dus je krijgt nog maar 9 euro voor een kilo. Want ja, we gaan jullie product promoten. Dat kan toch niet van één kant komen? Je kan ook nee zeggen. Dat maakt niet uit. Dus zijn jou de keus. Als jij het niet wil, dan wil je het niet. Dan doen we geen zomeractie voor jou. Sterker nog, dan is het contract afgelopen. Ja, dat is Albert Heijn. Ik weet ook nog van een boer in... Dat was een Nederlander. En die zat dan ergens, ik zeg maar wat... Oeganda. Dan had hij een lekker groot terreintje en dan was hij hele grappige boontjes aan het verbouwen. Echt lekkere boontjes. Zeg eens wat, sugar snaps. Zo. En dan groeide lekker tegen de klip op. Nou, dan komt er iemand langs en die werkt dus uiteindelijk. Zie dat dus, leidt dat de spoor terug naar Albert Heijn. En wat daarboven zit. Hè. Die mensen die organiseren, die regelen dat. Dan gaat dus een inspector, die gaat naar Afrika toe. En die zegt dan rustig tegen zo'n boer. Van ja, het is een lekkere boom. Je hebt het echt niet slecht gedaan. Dus het punt is, we hebben een ander gevonden. En ja, die bonen zijn een stuk lekkerder. Dus die heeft het heel goed gedaan. En wat we kunnen doen, is dat we werken aan kennisoverdracht. Zodat jij leert van die ander... die toch daadwerkelijk een lekkerdere boon heeft. En deze oogst, dan moet je maar zien wat je daarmee doet. Maar wij hebben genoeg aan die lekkere bonen aan de andere kant van de heuvel. Dat is globalisering, heet dat. Nee, dan moet je zeggen, dat is globalisering. Tenminste, zo noemen we dat tegenwoordig. Je kan ook zeggen, dat is Babylon. Zo noemden we dat vroeger. Je kan ook zeggen, het waren die stomme Egyptenaren. Met hun Isis en Osiris. Hulk. Of die stomme Grieken. Met een demoscratie. Nee, demos kratos. De macht aan het volk. Athene. Dat was voor 99%. Waren dat mensen? Die hadden... Ja, die...
ontleenden hun bestaan aan het feit dat er Athene was. Als Athene er niet was geweest, dan waren die mensen gekrepeerd. Die mensen stonden in de rij om in Athene de toiletten te gaan reinigen en de straten te vegen en om stenen op elkaar te stapelen. En ramen lappen, dat hoefde je niet te doen, want ze hadden in die dagen geen glas. Maar wel van die scheidtonnen. De 99% van de mensen in Athene, dat waren gelukzoekers. Want wat was er nou buiten Athene? Nou, Griekenland, daar gaat iedereen graag op vakantie. Ja, vanwege de toeristenindustrie, omdat je daar lekker, weet ik van wat, kan krijgen. Maar dat was toen niet, hè? Nee. Had je alleen maar Athene. En wat andere stadstaten rondom de Peloponnesische Zee. En in Athene, ja, dat is het volk wat mocht stemmen. Dat was 1 op de 100 van de mensen die daar dagelijks sliepen en aten en scheetjes lieten en gaapten en heen en weer liepen. Ja, kortom, de bewoners. 1% van de bewoners van Athene stemde. En Athene was een ongelooflijk kloterige stadstaat die alle andere stadstaten aan zich heeft onderworpen. Dat was Athene. Je kan nog zeggen van die oorlog met Perzië. Dat daar wat in zat. Want die Perzen die waren toch naar Griekenland gekomen. En die hadden daar lelijke dingen gedaan. En, nou, dan gaan we ze een restje met tijd geven. En dat moet je met z'n allen doen. Maar voor hetzelfde geld was het 1 grote conspiratie. En waren die Perzen die dan oorlog voerde tegen Griekenland alleen maar bedoeld om Griekenland, waren die stadstaten rondom de Peloponnesische Zee, maar om die boel te verenigen. Dus dat Athene had gevraagd aan die mensen in Athene hadden gevraagd aan hun kornuiter in Perzië, van als jullie nou eens hier eventjes een beetje amok komen maken, dan krijgen wij hier de boel wel verenigd. Dit staat in geen enkel boek. Dit is wat ik kan verzinnen. Wat ik zeker weet is dat Athene oorlog heeft gevoerd, niet alleen met Perzië, maar vervolgens ook met al die andere stadstaten rondom de Peloponnesische Zee. Dat staat in de geschiedenisboeken. Dus Athene heeft oorlog gevoerd tegen de andere Griekse stadstaten. Ja, ja, Griekenland was 1 grote eenheid. Nee, Athene was niet echt leuk. Zo. Dus als je in de hedendaagse maatschappij kijkt, hè, dit gaat over een statusrapport. Hè. Als je kijkt naar de hedendaagse maatschappij, dan valt het je op dat mensen zitten te staren naar hun smartphone en dat ze niet eens kijken naar hun kind. Terwijl ze dus over straat lopen met een kind in een kinderwagen, zit mama te kijken naar die smartphone. Nou, dat is omdat Plato dat verzonnen had. Daarom is dat zo. Plato heeft daar de blauwdruk voor geschreven en gezegd: Zorg ervoor. Hou de mensen in het donker. Hou ze gevangen en laat ze kijken naar een beeld. En dat beeld, dat creëer jij. En hoe jij dat creëert, moet je zelf maar weten. Ze mogen niet in de gaten hebben dat jij dat beeld creëert. Ze moeten kijken, ze moeten geobsedeerd zijn door dat beeld. En dan hou je ze gevangen. Dat was Plato. Nou, Plato, dat zijn ze dus aan het uitvoeren. En iedereen zit te kijken naar het beeld. Van, oh nee, oh, Joe Biden is gestruikeld. En Trump, die kende Jeffrey Epstein. Want dat was ook nog zo. Donald Trump kende Jeffrey Epstein.
Donald Trump was op de hoogte van het feit dat Jeffrey Epstein het graag deed met jonge vrouwen. Dat wist Donald Trump. Maar dat is in Amerika geen probleem, jongen. Amerikaans katholiek. Als je dat maar even weet. Door het katholicisme hier in Europa. Je hebt dus de. Want na Griekenland. Je hebt dus Egypte, Griekenland. Je hebt Babylon, Egypte, Griekenland. En dan krijg je Rome. Ja, dat zitten ze nog steeds. De Poen, de headquarters. Dat zit in Zwitserland. En er is iets gebeurd met die tempeliers. Een heel spannend verhaal. Dat die tempeliers, die kwamen terug van een kruistocht. En die hadden iets gevonden in Jeruzalem. En die hebben heel hard boe geroepen tegen de toenmalige paus. En ze zijn vertrokken naar Zwitserland. En de mooie frase is: geen geld, geen Zwitsers. En dat sloeg destijds op het feit dat, want er was een paus en die had dus, je moet soldaten hebben. Maar die paus had geen geld. En de beste soldaten die kwamen uit Zwitserland, want daar zaten de tempeliers. En die weten van discipline. Dat zijn regelrechte, hoe moet je het noemen? Geformaliseerde psychopaten. Totale volidioten. Maar die zijn dus naar Zwitserland gegaan toen. Dat is 1472 of zo. Als ik het wel heb. Kan ik eerder zijn geweest hoor. 472, maakt niet uit. Ze zitten in Zwitserland. Iedereen zegt, ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog was Zwitserland neutraal. Nee, daar zat het hoofdkwartier. Vandaar hebben we het alles bestuurd. Ja, daar gaan we natuurlijk in. We gaan geen bommen gooien op het hoofdkwartier. En dit weten zo weinig mensen, terwijl het zo simpel is. Dat wat we nu globalisme noemen, dat is zo oud als de weg naar. Nee, dat is ouder dan de weg naar Rome. Dat is Babylon. Het is het Babylon van de Bijbel, zo moet ik het zeggen. In de Bijbel wordt erover gesproken. Als je het hebt over het boek. Dan heb je de een of andere Gilgamesh of zo. Hè? Ja, Gilgamesh, dat is zoiets als de helft van Harry Potter nummer 7. Een van de heldhaftige verhaal. Total Darkness part 4. Of zo. Maar de Gilgamesh epos. Het is een verhaal, meer niet. Er was eens. De Bijbel is een heel ander boek. Het is totaal anders. Het is ook geen boek om maar te beginnen. Het is een bibliotheek. Een verzameling boeken. En vergelijkbaar. Is er een vergelijkbaar boek? Nou, dan kom je, wat mij betreft, met de I Ching. Die is heel oud. Die is. Ja, vergelijkbaar. Die is waarschijnlijk 1000 jaar voor onze jaartelling. Of zo. Het was voor Confucius.
Nou, Confucius die kende die auteurs niet. Confucius die kwam pas op hoge leeftijd achter de I Ching. Toen was hij 50. En toen heeft hij geschreven van als ik nog 50 jaar had, dan zou ik ze allemaal besteden aan het bestuderen van de I Ching. Ja, daar zit wat in. De I Ching is een heel positief boek. En gegeven dat je het kan uitleggen, dat je er uitleg bij krijgt, kan je er veel aan hebben. Qua inzichten. En qua dingen die je moet doen. Of dat je dat allemaal niet zo zwaar moet nemen. Dat is eigenlijk wat die I Ching altijd zegt. Maar ja, het is kloten. Ja, het is kloten. Het is kloten, maar helaas. Het gaat wel weer beter. Dat is die I Ching. Als ik weer heb dat beeld, het heet de volheid. En dat begint met treur niet, wees als de zon tijdens het middaguur. Ja, pauze. Dat is heel positief. En dan heb je de Dhammapada van Boeddha. Boeddha was 300 jaar voor onze jaartelling. Maar het heeft honderden jaren geduurd voordat men een kanon had geschreven. En die heette Dhammapada. Dat is ook heel leuk. Ik vind Boeddha een hele... Ja, niks mis mee. Allebei heel positief. Hè? En Confucius zelf ook. Hè? Ook zo heel positief. En jongens. Hè? Iedereen heeft het moeilijk met vrouwen. Maar als nou een man tegen vrouwen kan. Hè? Geef hem er gelijk 5. Hè? Dan kunnen die andere 4. Hè? Die zijn dan vrijgespeeld. En trouwens. Zoveel mannen zijn er niet. Die aangenaam zijn voor een vrouw. Om ja, het leven mee te delen. Ik kan klagen over het gebrek aan vrouwen. Ik zou ook geen vrouw kennen. Maar kijkende naar mijn vrienden en zo. Er zijn er een aantal waarvan ik denk van nou. Bijvoorbeeld Erik van Roest. Dus als ik die gozer als kerel laat. Jeetje. Ik heb ook op een dag tegen de Geinje natuurlijk de Erik gezegd. Van als het ooit misgaat tussen jou en je wijven, dan trouw ik met je. Het moest elke dag lekker te vreten. En hij kan goed schoonmaken. Nee, dat is zo geregeld. Wat kost het eigenlijk? Ja, hij lachen. Maar er zijn ook niet zoveel mannen die... Er zijn een hele hoop mannen waarvan ik denk van... Ja, jongen... Dat kan je een wijf niet aandoen. Ik vind dat dan moederskindjes. En ik ben dat zeer zeker niet. Verre van dat. Maar er zijn moederskindjes. Er zijn mannen in deze wereld en die denken dat omdat ze geboren zijn, dat ze recht hebben, dat het gewoon zo hoort, dat er bepaalde dingen kloppen. Het mooie Engelse woord is entitled. Ah, die moet je niet hebben. Je moet mannen hebben die, ja, die niet tegen een stootje kunnen. Je moet mannen hebben die... Als je die stoot, dan breek je arm. Die moet je hebben.
Zo, een granietblok kan er ook, zeg ik er ook niet. Nou, dat granietblok, dat kan tegen een stootje. Nee, je kan er heel hard op gaan slaan totdat je eigen arm breekt. En dat is een man. Je hebt er helemaal nergens wat van aan te trekken. Jij leeft in relatie tot de wil die deze wereld heeft veroorzaakt. Als voorstelling. En jij bent een onderdeel van deze wil. Want hij wilde jou ook. En dat is de reden waarom je er bent. Het schiet me nou een ene te binnen. Rudolf Steiner. Het gaat om het volgende. Het wordt heel anders. De vraag van een kind kan zijn: waarom worden de blaadjes van de bomen in de herfst geel, oranje, rood, soms zelfs bijna paars? Waarom al die verschillende kleuren? En terwijl in normaal gesproken zijn de blaadjes allemaal één kleur, allemaal groen. En waarom in de herfst dan verschillende kleuren? Weet jij het antwoord? Het antwoord is, volgens Rudolf Steiner, het antwoord is omdat die kleuren er zo mooi uitzien. En dat het fijn is om te kijken naar dingen die er mooi uitzien. Want daar word je gezond van. En daarom krijgen die blaadjes van die mooie kleuren. Dat is voor ons om te kijken naar die mooie kleuren. En zo is het. En niet anders. Nou, kom tot rust. Ja, maar Piri, hoe sta je dan in het vaccinatiedebat? Dat is vrij simpel. Wat we aan het doen zijn, is het allergrootste medische experiment met vrijwillige proefkonijnen. Die allemaal denken, het zal wel goed gaan. En ik zit in de controlegroep, dus ik offer mezelf op. En dan kunnen we kijken of het beter gaat met die gevaccineerden. Of dat het beter gaat met de ongevaccineerden. En ja, de berichten in de krant zeggen dat ik verdoemd ben. En ik ga eraan. Ik word sociaal buitengesloten. Nou, het zal er wel. Ik merk er helemaal niks van. In de Albert Heijn mag ik weer zonder mondbapje. Mooi zo. En die andere boeken, hè? Die heeft Confucius met zijn werken. Die heeft heel veel geschreven. Dat is heel interessant. Vooral over polygamie. Wat hij zei, kijk, een man die gaat zorgen voor een vrouw. En dat is zijn vrouw. Nou, als die man nou veel verdient, een mooi huis, veel kamers, ruimte genoeg hier. Dan kan het zijn dat zijn vrouw naar hem toe komt en zegt, Piet, mag Marietje hier komen wonen? Nou, zegt Confucius, op het moment dat jouw vrouw dat vraagt, moet je daar open voor staan. Dus dan wil je Marie leren kennen. Nou, dan kan ze wat, is ze aardig. Als het dan een klikklok is, dan zegt Confucius, dan heb je de plicht om tegen je vrouw te zeggen, dat is goed. Als het niet kan, dat zou kunnen. Ik zeg, nou, meisje, dat lijkt me niet zo'n verstandig idee. Het komt even niet uit. Maar als het kan, dan moet je ja zeggen.
En dan heb jij een tweede vrouw. En die staat in rangorde onder je eerste vrouw. Dus als die tweede vrouw naar jou toe komt en zegt die eerste vrouw, dat bevalt me niet en wiep, dan zeg je, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Want zij was degene die jou die kamer heeft geregeld. Dat is chain of command, heet dat. En als het echt zo slecht is, had je hier niet moeten komen wonen. Dan heb jij de fout gemaakt. Ik heb er niks mee te maken. Snap je wat ik bedoel? Ook kan het zijn dat je eerste vrouw naar je toe komt en zegt, ze wil graag een kind. En kan dat? En dat jij dan weer als man naar je salarisboekje kijkt. En dat je zegt, ja, als het niet kan, dan kan het niet, hè? Maar als het wel kan, dan zeg je tegen je eerste vrouw, nou, dat is goed. En dan maak je de zwanger. Waarom niet? De gedachte dat iedere vrouw een man zal vinden die haar begrijpt. Die haar met zachte hand geleid. Al die dingen. Ja. Begripvol is het eigenlijk. Ja. Begripvol en standvastig. En met een eer. En ja, dat je als vrouw kan zeggen, ja, ik ben de vrouw van Piet. Van Piet? Van Piet? Die kennen we al heel lang. Ben jij zijn vrouw? Oh. Oh. Nee, we kennen Piet al een hele tijd. Piet is wel een goede vent, hè? Kijk, dat wil je toch? Ja, toch? Maar er zijn niet zoveel van die Pieten. Helaas. En wat moeten al die andere vrouwen dan? Het maar doen met een of ander betaatje. En een klap voor de bek krijgen, zoals een klootzak weer eens dronken thuis komt. En kotst over de, en daadwerkelijk kotst over de opgestapelde post. Dan krijg jij een klap voor je bek ook. Dus wat Confucius adviseert is verstandig. Vrouwen verdienen een redelijke man die zich aan zijn afspraken houdt. En die vrouwen lekker het werk doen. Het huiswerk. Confucius was er heel strikt in. De I Ching is er ook heel strikt in. Je hebt het mannelijke en het vrouwelijke. Op een dag komen we daar wel achter. Dingen gaan langzaam in onze ogen. Ze gaan verschrikkelijk snel als je de details zou zien. Er voltrekt zich iets op deze wereld. En dat wordt duidelijker en duidelijker. Dat is anders. En voor de rest, voor jouzelf. Je hebt er helemaal niks mee te maken. Als je niet meer op vakantie mag, nou, mag niet meer op vakantie. Vakantie is geen recht of zo. En wat is vakantie? Ga er weg, man. Mijn opa, die ging op vakantie naar Kortehoef. Vaste prik met zijn broer. En die hield ook van vissen. Nou, allebei hadden ze een brommer. Nou, die vrouwen, die gingen met de bus. Maar die werden dan opgehaald bij de bushalte.
Door mijn opa en zijn broer. Ze zijn ermee gestopt hoor. Dan werden ze ouder en ouder en ouder. En ja, dan is de lol eraf. Maar voor de rest was het altijd naar Kortehoef. Want ja, dat ken je. En Kortehoef, dat was een waterpartij. En daar hadden ze houten balken in gedingest. En dan van die hutjes erop. Met een keukentje en een toilet en iets van een bad. Je kan wassen. Heel primitief. Maar alles aanwezig. En dan konden die gozers, die konden de hele dag gaan vissen. Ook met een bootje en zo. En dan gingen die wijven, die gingen dan boodschappen doen. En de boer een beetje schoonhouden. En dan waren die jongens allemaal uitgevist. En bij het avondeten, daarna gingen ze klaverjassen. Wat was het dan? Ja, het was toch te donker om te gaan vissen. Dus. En dan gaan we maar klaverjassen. Het was vakantie. Dus, en ik zelf hou niet eens van. Dus die vakanties naar Tunesië en Turkije. Yeah. Ik vind het helemaal niet erg om te vliegen. Ik vind het helemaal niet erg om naar het buitenland te gaan. Voor mijn werk. Ik ben naar Finland geweest. Ik ben naar Oostenrijk geweest. Meerdere keren. Een paar keer in Ierland geweest. Voor mijn werk. Duitsland, maar voor mijn werk. Ja, interesseert me helemaal niks. En dan ga ik iets doen. En dan moet ik naar Helsinki. En dan heb je zo'n American Express Gold Card. Nou, you believe me, dan kom je wel in Helsinki. Maar op vakantie naar Helsinki? Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik heb het wel gedaan hoor, en ik heb wel leuke momenten gehad. Eigenlijk hou ik niet van vakantie. Wat ik een leuke vakantie vond, dat was met Wim Kruidentuin naar Bretagne. En dan drie meisjes mee, van die bakvissen. Maar dat was meer werken. En dan ga je aan het werk. Dus ik wilde mijn dochter, wilde ik. Gewoon weg uit Arnhem. Maar dat is werken. Dat is wat anders. Toen heb ik ook nog hash gesmokkeld. Dat is gaaf, man. Dan kwamen we aan in Bretagne en Wim. Ik kwam echt de stoom uit zijn oren. Die was zo beledigd. Door zijn pleegdochter. En de hele toestanden. En ja, mijn dochter die was meer van. Het zal mijn tijd wel uitduren. Maar... Oh man, wat een taalgebruik tegen Wim Kruidentuin. Hij was totally pissed off. En ik was zo verstandig geweest om. Ja, bij het boodschappen doen om ook een fles pasties of zo mee te nemen. En ik zei tegen Wim van kom, we gaan even naar een weilandje toe. We gaan even cool down. Dus ik met Wim naar een van de weilandje. En een paar glazen en een fles pasties. Of wat hadden we nou? Ja, tabak natuurlijk. En toen pakte ik zo'n opgerolde sokkenbol. Je sokken kan je er zo opbollen. Ik liet dat zo. Het waren schoongewassen sokken. Ik liet dat aan Wim zien. Ik zei, wat is dit? En Wim zou kijken. Hij zei, dat zijn sokken. Ik zei, ja. Maar wat zit erin? Dat was een zakje met 20 euro hash. Ingepakt in zilverpapier of zo. Geweldig. Plastic en dan zilverpapier voor de zekerheid. En echt de lekkere hash. Want ik weet wel wat Wim lekker vindt. Die superpollen van de Omigo.
Oh, wat was hij blij. Nou, dan mogen we straks niet meer op vakantie naar Tunesië. Nou, wat de F, man. Wat maken we hem aan? Ik zeg je, als jij ergens moet gaan werken, dan lukt dat. Nou, deze mensen die beweren dat ze zo oneindig inzichtig zijn, dat is niet helemaal waar. Dat is dat satanistische denken. Nou, zo noem ik dat dan maar. Je bent je geloof verloren en je hebt het herwonnen in het hebben van kwaliteiten. Ik heb geen God nodig, want zelf kan ik alles al. Ik heb gehoord van een vrouw. En die kwam op een ochtend de woning binnen. En haar vader, die zat op de bank gitaar te spelen. Ze was toen 13 of zo. Ze had haar vader nog nooit gitaar zien spelen. Haar vader was directeur van een schoonmaakbedrijf. En haar vader die plinkeplonk, 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 die woep, 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 die woep. Hij lekker een beetje gitaar spelen. En ze komt binnen en kijkt met hele grote ogen naar de vader. En hij zei tegen haar, ja, dat heb ik vannacht geleerd. Die man is een satanist. Want dan werkt dat. Het is moeilijk te beschrijven hoe die mensen werken, wat erachter zit. Je moet het leren kennen. Van de buitenkant. En niet leren doen. Je moet het herkennen. En je moet er niks mee doen. Je moet weten dat het er is. En er niks mee doen. Accepteren. Ik weet dat zoiets als het Ouija board, dat werkt. Die ene keer dat men in mijn kamer was dat dan, en ik deed niet mee. Die ene keer dat ik een Ouija board dinges heb zien schuiven. Dus ja, het werkt. Ja, het was maar één keer. Misschien dat de tweede keer niet werkt. Hè? Maar de eerste keer dat ik het zag, werkte het. Iedereen scheet 7 kleuren stront. Dus iets om rekening mee te houden. Carl Gustav Jung, een tijdgenoot van Sigmund Freud, die sprak over synchroniciteit. En daar komt ons spreekwoord: een ongeluk komt nooit alleen vandaan. Het is ons opgevallen. Het gaat ergens mis en dan gaat er ook gelijk ergens ook mis. En daar ook mis. Het gaat altijd tegelijkertijd overal mis. Of juist goed. Mensen die dit beseffen,
die kunnen makkelijk psychotisch worden daarvan. Als ze zwak zijn, als ze depressief zijn. Hè? Dus de information overload en ze kunnen hun ei niet kwijt. En als die dat dan in gaan zien, dan gaan ze zien vliegen. Dan zien ze overal associaties. En wij noemen die mensen dan psychotisch. Nee, die mensen hebben inzicht. Alleen omdat ze depressief zijn, weten ze geen raad met die informatie. Want ze zijn depressief. Het is een statusrapportje met zijn XXL'tje. Dus als je nu denkt, van, komt er nog meer? Ja, er komt nog meer. Maar je moet ook goed denken om jezelf. Dus misschien is dit een momentje om even naar de keuken te lopen. Kopje thee of zo. Of iets wat je lekker vindt. Hey! We are back. Oh nee, je moet er naar de keuken lopen. Ik begin alweer, maar je moet er naar de keuken lopen. Zet mij stil, zet mij stil. Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ja, en trouwens, dat is ook gezeur. Je kan op ieder moment kan je de uitzending pauzeren. Naar de keuken lopen of poepie doen. Van, oh jee, de belt de buurvrouw weer aan. Nee, we gaan lekker door. Het statusrapport, ja. Het statusrapport is dat er niks veranderd is in die zin. Dat het erg belangrijk is dat jij je naasten lief hebt. En dat als je het hebt over vergeven, dat doen we niet 1 keer. Dat doen we niet 2 keer. Dat doen we niet 7 keer. Dat doen wij 70 keer. Vergeven. En dan misschien dat je kan zeggen van, nou, die zin is nou genoeg geweest. Maar tot die tijd is dat het streefgetal. 7 keer 70. Dat is een opdracht. En jij kan zeggen, ja, ik vind helemaal niks. Maar... maar wat is het probleem? Boeddha heeft gezegd, hechting leidt tot hebzucht. En dat is waar. Hebzucht leidt tot moordzucht. En dat laatste zien wij in de harde werkelijkheid. De paus die wil Jeruzalem. En dat mag wat kosten. Dat is moord. En niemand wil het hebben over de paus. Het verboden onderwerp. De paus is de heilige vader. Dat is de... Vicarius Filii Dei. De stellvertreter. Der Bhagwan. En Bhagwan betekent zoon van God.
Nou, wat mij betreft is er maar één zoon van God. En dat is Christus Jezus. Hij is bij verre... Ja, ik wil Bhagwan. Bhagwan is Sanskriet of whatever. We spreken Hindi of zo. Zoon God. Ja, dat haalt het niet, man. Wat Bhagwan heeft gedaan... is dat hij de Maarten Luther uit ging hangen tegen de Brahmanen en al die andere overtuigingen van India. En everybody happy, 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 happy. En hij stond stil bij het feit dat er onder mensen een seksuele frustratie is. En dat is vervelend. En doet er wat aan. En ik vind het fout. Ik ben meer van de lijn van Christus. Die zei van ja, seks is leuk. Je kan er ook kinderen van krijgen. En waarom zou je je daarmee bezighouden? Er komen tijden... dat mensen met een kind in hun buik vervloekt zullen worden. En ik zeg je, in zo'n tijd leven we nu. Als er nu iemand met een vrouw met zo'n bult, dan denk ik, oh my god. Waar ben je mee bezig? Wat heb je nou weer gedaan? En de oplossing om dan maar mensen te gaan vermoorden voordat ze uit de buik komen. Van ja, dan gaan we de mens vermoorden voordat we de mens hebben gezien. En dan is er niks aan de hand. Ja, you can fuck yourself. Paradoxaal gezegd. Ja, als je zo over het leven denkt. Nou, brandstof zul je zijn, hè. Ik kan me niet voorstellen dat mijn vader, onze vader, zo denkt. Christus Jezus heeft gezegd, ja, God is de saaier en die strooit maar wat. En het is in principe goed bedoeld, maar soms komt er tussen de distels en heb je geen schijnvakans. Of je ligt op de weg en dan komt er zo'n vogel en huppakee en dan wordt het ook helemaal niks. Ja, dat betekent niet dat we die fout gezaaide zaadjes maar eventjes... Allahu Akbar, hoor. Dus mijn woede is groter. Mijn woede is zo groot dat ik dat niet kan laten. Dan word ik net een crybaby. Moet ik ook mee oppassen. Ik vind het schandalig. In 2020 zijn 30.000 mensen geaborteerd. Dat zijn alleen maar de abortussen. En het aantal mensen dat geen hechting heeft gevonden... omdat mama aan de anticonceptiepil was... opdat zij een groter risico loopt op tumoren in haar tieten. Die flikkeren ook allemaal in de play. Ja, wat is dat dan allemaal? En het gaat om de kwalies. Hè? Niet om levens, maar om kwalies. Quality life years. Quality assessed life years. Kwalie. Het aantal jaren dat verloren gaat. In 2020, de mensen die dan... Dat is allemaal boven de 80.
onder de 80 is er helemaal niks aan de hand. Helemaal niks. Helemaal niemand onder de 80 meer overleden. Dat is helemaal niet waar. Ja, een beetje. Ja, maar het varieert altijd een beetje. Ja? Maar onder de 80 niks. En boven de 80, ja, daar wel. Hoeveel kwalies waren dat per levensjaar? Ja? Daarentegen, 1 abortus. Ervan uitgaande dat zo'n vrouw, hè, zo'n vrouw die abortus wil, die kan ook verstandig zijn en denken, oeps, nou zeg, ik heb een mensje in mijn buikje. Nou, ik ga eventjes mij melden. Goedendag, ik heb een mens in mijn buik en daar ga ik niet voor kunnen zorgen. En ik vroeg me af, kunt u mij helpen? Dat er, kunt u mij helpen? Dan word je gelijk geholpen. Als jij als zwangere vrouw even... ja, er zit een kind in mijn buik. Ja, ik wil geen preek. Het is oké, okay, er zit een kind in mijn buik. En wat nu? Nee, dan krijg je de hele begeleiding. Dus dan komen ze van de gemeente, jongen. Dan krijg je alles. Dan wordt dat een gebroken ruit wordt gerepareerd. Alles. Dat jij je maar goed voelt. Nou, dan is dat moment suprême. En dan huppakee, kindje eruit. En dan gaat gelijk naar de adoptieouders. En dan is het klaar. Zo'n kind heeft dan 80 kwalies. Hè? Voor de boeg. Nou, tegen die tijd misschien wel 83 kwalies. Dus 1 abortus staat gelijk aan 100 dode bejaarden. Boven de 80. Of 80. 1 abortus staat gelijk aan de 80 dode coronadoden. Ja. Er waren 30.000 abortussen. Dat zijn dus 80 coronabejaarde kwalies weg. Dat kan je niet eens uitspreken. 30.000 keer 80, hoeveel is dat? Dat is 240.000. Dan heb je in ieder geval die nul eraf. En dat moet nog een keer 8. Dus is 1,6 miljoen. Zo. Tegen die arme tierige een paar 10.000 kwalies van die bejaarden. Ja, maar abortus is de vrijheid en recht van de vrouw. Ja, ja. Dat zegt wat over vrouwen. Dus je geeft vrouwen rechten. En het eerste wat ze willen. Mag ik dan ook mensen in mijn buik vermoorden? Ja, natuurlijk, meisje. Allahu Akbar. En voor die paar zielige kwalies van die paar zielige bejaarden. En die mensen zijn zielig. Die mensen zijn zich helemaal kapot geschrokken van die maatregelen en gingen de pijp uit. Maar het waren maar een paar kwalies. Dat wil zeggen 6.000. Zullen we daarop aftikken? Nou, hoeveel kwalies waren dat dan? Nou ja, keer 3 denk ik. Hooguit. Dat is 18.000. 18.000 kwalies zijn we kwijtgeraakt door die maatregelen van Mark Kutte. Dat is hè. Rutte, dat is nog veel erger. Er waren maar 18.000 kwalies. Die abortussen. Meer dan 1 miljoen. Dacht ik. Gaat nou eens gewoon. Allahu Akbar, ik reken het nu aan. Verdorie. Ga
grapje, grapje, grapje. Nee, ja, ik maak mijn grapje. Je kan het toch niet oplossen. Ja, dus 30.000. 30. En dan 1, 2, 3. Ja. En dan een keer. Ja, wat wordt een mens? 83, zullen we zeggen. Tegen die tijd, dus een modern mens. Okay. 2,5 miljoen. Stand van zaken. Status update. 2,5 miljoen kwalies door abortussen. 18.000 kwalies door de maatregelen van Mark Rutte. Hoe verhoudt dat zich aan? Dat is dan 18.000. Ja, toch tientallen meer. Hè? Trouwens, verdorie, ik ga het uitrekenen ook. Doe ik eventjes... Hoe kan het nou? Dan moet je scientific doen, hè, hoor. Ja, dan doe ik memory clear, memory plus. Hoppakee, die staat erin. Dan moeten we nu intypen. Die 18.000, zei ik, hè? Echt. 10, 1, 2, 3. En dan moet je kunnen memory flip, dacht ik. Hoe doe ik dat nou anders? 18.000 gedeeld door memory recall is... Ja, precies. We hebben het over 0,007. Dus over het aantal coronadoden is 0,7% qua heftigheid, qua kwalies, 0,7%. Dus over 99,93% van de doden of verloren kwalies maken wij ons helemaal geen zorgen. Nee, het gaat om die 0,007 als fractie. 0,7%. Ja. Ja, you can fuck yourself. En ga niet zeggen dat het niet waar is. Dus Wijnanda, die heeft in 2008 heeft ze het kind in haar buik laten vermoorden. Nou, daar heeft ze voor betaald. En het wordt nog erger. Voor haar komt het allerergste nog. Want ik was erbij. Ik ben getuige geweest van de meedogenloosheid waarmee Wijnanda een mens heeft laten vermoorden. Voor haar telt een mensenleven niet. Helemaal niet. Nou, haar leven dan dus ook niet, dacht ik. Het doet tegen anderen zoals jij wil dat anderen tegen jou doen. Nou, zij heeft een mens in haar eigen buik laten vermoorden. Dus zij wil dat er dat met haar gaat gebeuren. Nou, dan gaat het gebeuren. Your wish is my command. Het is een gevaarlijk spel dat mensen spelen. Door te spelen met het leven. En makkelijk om te gaan met de leugen. Dat is wanhopig verkeerd. Dat is een status update.
En ik vraag me af hoe het gaat lopen. Veel mensen maken zich zorgen. En willen zich gaan verenigen. En een Thierry Baudet. En Robert Jensen. En Flavio Pasquillo. En ik ben er meer. Die getatoeëerde, weet je ook wel. Dat feestbeest met al die tattoos. Oh. Ja, wat ga je er gaan doen? Nou? Ik ben buurtconciërge in Klarendal. En dat ga ik doen. Heeft al mijn aandacht. En koken. Op Koningsjacht. Elke vrijdag. Maar dan zit mijn week helemaal vol hoor. En mijn verjaardag die ga ik vieren. Ik ben volop in de voorbereiding. En dan ga ik om 12:00 'smiddags gaan we pannenkoeken bakken. Lekker spek. En ik dacht zo van die kinderen, ik hoop dan dat ze alle 6 komen. Er zitten er 2 bij en die hebben dan zo'n stempel. Het ben ook een beetje ja, wildvliegkind. Hè? Daar moet je respect voor hebben. Dus ik wil dat zij graag ook komen. Dat vind ik erg belangrijk. Die wildvliegers. En die gewone rustig lui. Toevallig zijn die wildvliegers, dat zijn kinderen van buitenlandse origine. Kind met tintje. Maar die moeten ook komen. En gaan we pannenkoeken bakken. En opeten AUB. Hè? Niet alleen pannenkoeken bakken, hè? En aan mij laten zitten met al die pannenkoeken. Dan moet ik dat allemaal weggooien. Nee, die pannenkoeken worden wel opgegeten. Als ze helemaal vol zitten. Dan zeggen ze geen boe of bam meer. Oh, ik moet even uitbuiken. Ja, natuurlijk. Ja. Koolhydraten zijn helemaal niet gezond. Maar wel lekker. En die kinderen, ach, die groeien er wel van. Een beetje spek kan er altijd wel bij. Het zijn geen obese kinderen, hoor. Dus. En de spek komt dus niet van de spek. De spek komt van de koolhydraten. Ja, dat kan ik even weten. Dat is belangrijk. Echt het enige. Christus zei, geef alles weg. Jazeker. Want niks is van jou, hoor. Klaus Schwab, die zei... you will own nothing and you will be happy. Dat is het ook. Sabi. Een uitspraak van een vrouw... daar heb ik een hele tijd mee samengewoond. En die zei... ja. Altruïsme is eigenlijk een vorm van egoïsme. Een altruïst is iemand die dingen weggeeft. Hè? En die iets doet voor een ander. Eigenlijk is dat egoïstisch. Ja, is ook zo. Zo is dat. Je zorgt pas goed voor jezelf. Als jij... bewezen zorgt voor een ander. En dat is een... Uh,
Oh, je kan zeggen, ja, maar Perry, dit is zo'n geitenwolle sokken uitspraak. Is het niet. Dat is niet zo. Kijk, als je heel veel energie stopt in een ander en het levert geen donder op. Daar heb je niks aan. En toch moet je zorgen voor een ander. En dan bewezen. En dat geeft je een goed gevoel. En de rest helemaal niet. Wat heb je aan een helikopter? Zonder vrienden. Waar je naartoe kan vliegen. Wat moet je dan met die helikopter? Wat heb je aan een boot? Waar je lekker kan vissen. Maar je hebt helemaal geen vrienden die een krat Heineken meenemen. En ik lust helemaal geen Heineken. Maar bij wijze van spreken. Ik kan bijvoorbeeld een Heineken gebruiken om in dat brood te gieten. En dan worden die karpers lekker bezopen. We zelf drinken, we Slibovic. Of Raki. Ja, toch? Status update. Ja, we zijn hopeloos verloren. Accepteer dat. Stop whining. Of zoals de Latino's zeiden, nihil doleo. Niet zeuren. Gewoon je bek houden. En nadenken hoe jij dan pannenkoeken gaat bakken. Hartige pannenkoek is ook lekker. Maar daar gaan we niet voor komen. Ja, de hartige pannenkoek, maar ik doe dan. Ik denk aan misschien 2 spekpannenkoeken. Maar dan gaan we toch over naar de lekkere dingen hoor. Met die frambozen. En een hele eenvoudige, dat is 1 koppeltje van je welste. Dus roomboter. En suiker. Dan ga je helemaal kapot aan, man. Ah, lekker. Ook heel lekker is pannenkoek met ijs. Maar dat wordt een beetje moeilijk. Denk ik. En dat is ook niet nodig. Heb je nog de appelpannenkoek? Dat is natuurlijk ook lekker. En ik dacht, van, we maken een hele serie pannenkoeken en dan allemaal een stukje. En dat is dan het begin van mijn verjaardag. Het zijn die kleine dingen. Paulus heeft geschreven in die brief aan die. Aan de Efeziërs. Was toch. Dearly beloved, do not avenge yourselves. Wat is de Romeinen? Is Romeinen. Alsjeblieft, kleine kinderen. Neem geen wraak. Niet doen. Gewoon niet doen. Ruim je rotsen op. Wees stil. En wacht op het uitbrekende onweer. Als ik mijn zin krijg, dan breekt de pleuris uit. Van onderaf. Het wordt niet makkelijk. En laat dat maar aan mij over. Ik ga mij opnieuw verdiepen in de conversie van tekst naar getal. En hoe doe je dat? Nou, slim.
En dat ga ik langzaam aan oplossen. En de kinderen moeten geactiveerd worden. Het moet van onderaf komen. Ik heb mij met opzet teruggetrokken uit de corporate world. Op zoek naar programmeurs. Die mensen daarboven, die hebben mij in de gaten. I know. En nu ik buurtconciërge ben in Klarendal. Ze kunnen me nog steeds pakken hoor. Dat is geen enkel probleem. Het punt is dat... Ja, ik ben buurtconciërge. Ze moeten mij... Ja, ze kunnen maar moeilijk John F. Kennedy... Ja. Ze kunnen me financieel ook niet afknijpen. En ik heb die lui in het vizier. Niet ik hoor, mijn vader. Ik durf ook best te zeggen dat ik helemaal niet kan programmeren. Mijn vader die kan dat. Die weet wel hoe het moet. Ik niet. Mijn vader is van de oneindige mogelijkheden. Dat is mooi, het leven. Dus ga er maar vanuit. Ik pak die lui, jongen. Er komt een machientje. En dan kan je iedereen een boodschap sturen. Zonder dat er een server is. Met afvalstations. Waar alle data gedumpt mag worden. En waar die gerecycled wordt. Zoiets. Ja, die heb je wel nodig. Je hebt nodes nodig, de knooppunten. Eindpunten heb je ook nodig, natuurlijk. En heavy knooppunten. Like, dit is Engels. Hè? Like talking. Terabytes. En daar gaan we lachen. Ja, wees gerust, mijn lieve kinderen. Ja, ik ben zelf ook een kind. Dus. Onze kinderen van onze vader. Er is maar één wil. Die wil die staat voor harmonie. Die staat voor empathie. Die wil die staat voor het kleinste. Dat het grootste wordt. En een onderdrukking met ons. Nou, dan mag je niet meer naar Italië. Oh nee, jochie. Nee, wat nou, hè? Dacht je nou echt? Het ik. 059-668-301. Dit is een kwestie van poen. Dan ben ik in Italië. Sterker nog, dan ben ik in Casablanca. Maar met de auto, een stukje met de trein en zo, een stukje vliegtuig, maakt niet uit. Man. Ik kom in Casablanca. Geen probleem, en weer terug. En dat laatste hoeft misschien niet eens. Ga ik daar lekker dood. Even de taal leren spreken en een beetje integreren. Dat komt allemaal goed. Eerst hier in Klarendal, alles netjes.
Ik ga afsluiten hoor. Oh, trouwens, het is niet eens heel lang. Dus nou. Oh, een mooie afsluiting doe ik. Dan een afsluiting van een half uurtje. Ik ga het hebben over. Het is heel anders. Films. Neem zo'n film als The Alien. Wie ben ik? En wie ben jij? Nou, Sigourney Weaver met haar kat. Ja, kat lijkt op kut. Hè? En poes, dat lijkt op poes. Hè? Maar Sigourney Weaver met haar kat. En dat is de vijand. En van haar mag je alles doen als je maar niet naar de aarde komt, want je infecteert alles of zoiets. De kattenvrouw. En ik ben geen kattenvrouw. Mijn zus is een kattenvrouw. Snap je hem? Ik ben die alien. En mijn zus is Sigourney Weaver. En wat ik doe, ik pas mij aan. Altijd. En die andere film van die Jood. Quentin Tarantino. Pulp Fiction. Ja, ik ben de cleaner. Hoe heet die ook alweer? Zoals die man eruit ziet, dat is hem, nou, niet zoals ik eruit zie. Ik ben een hele... Harvey Keitel heet hij. Harvey Keitel. Beter hadden ze mij kunnen nemen voor die rol. Harvey Keitel is een beetje klein opzodemietertje. Daar heb ik geen last van. En die speelde toen die pooier in die andere film. Are You Talking to Me? Dat is ook weer. Robert De Niro's waiting, talking to tell you. Maar de cleaner, de opruimer. Ik kan schoonmaken. Ik maak heel Klarendal schoon. Het is afgelopen. In mijn woning heb ik momenteel muizen. Dat is grappig, jongen. Waar ze wonen, dat weet ik niet. En die komen op bezoek en die schrikken ze dan helemaal kapot. En die lopen tegen de muren omhoog. Ja, het biotopen. Ze hebben gepoept, zelfs op mijn werkblad. Dan lig ik te slapen. En dan word ik 's morgens wakker en dan liggen de muizenkeutels. Maar hier is helemaal niks te eten voor een muis. Ja, ze komen toch even langs en die muizen hebben zoiets van... Oh, poep, oh, poep. Ik heb het zelfs meegemaakt. Dat is zo grappig.
stond er in mijn keuken zo'n soepkom met water. En daar zat een muis in te badderen. Oh, wat lekker. En dan kom ik de keuken binnen. En de plan. Ja, verdorie zich. Ik ben aan het afsluiten. Dit is echt gebeurd, hè. Dat ik dus... Ik hoorde iets rinkelen. Ik dacht, wat kan het nou? Ik ben niet gek. Nee, dat was die muis. Die zat hier niet. Ja. En toen daarna nog een keer. En toen zag ik hem. Dat kleine bruine gozertje. Psst. Wat zat het? Maar ik maak een muizenbadderplaats. Op mijn balkon aan de achterkant. Dan ga ik van het raamzeil monteren. En er wordt één grote waterpartij. En dan kunnen die muizen lekker gaan badderen. Dat is geen enkel probleem. Ik ga ze geen eten geven. Dat doen de buren kennelijk wel. Ook waar ik werk, daar leggen mensen brood op straat. Dat moet je helemaal niet doen. Ja, komt tot rust. Alles komt goed. Als ik het zeg, is dat zo, naar mijn mening. Nou, en mijn mening telt ook. En Mark Rutte is een slachtoffer van... hoe noem je dat? Emotionele incest. En Hugo de Jonge ook. Iedereen, in zekere zin... en deze twee personen, in extreme mate... Die zijn zo dadelijk opgebrand. Ja, het is jammer. Het is jammer. En het is zo. Wat Mark Rutte de Nederlandse samenleving heeft aangedaan... is niet op zijn plaats. Want het aantal coronadoden was 0,7% van het aantal doden, kwalies dus, 0,7% kwalies. 0,7% kwalies. Vergeleken met de abortus. Dus dat maakt het uit. Ik ben aan het afsluiten. Het is oorlog. Tussen mij en Dila. En nee, ze krijgen mij niet te pakken. Daar zorg ik voor. En pakken ga ik ze. En als jij ooit denkt dat ik vroegtijdig overleden ben, dat kan. Ik heb een dag denk, ja, volgens mij is je te vroeg de deur uitgegaan. Ja. Dan ben ik toch weer teruggekomen als ongelukkige baby. In de buik van een of andere, ik wil zo snel mogelijk terug. Ik pik het niet dat mijn vader mij in deze mooie wereld in de ronde heeft laten lopen en dat ik mijn karwei niet af mag maken. Want ik pik dit niet. Punt. Zo'n regelrechte oorlogsverklaring aan die lui daarboven. Stel ik het terug, helaas.
En aan al die mensen die hieronder maar denken dat, zoals Wijnanda. Nou, oké, zijn de mensen in mijn buik. Oké, ik laat even vermoorden. Ja, dat mag ik als vrouw. Als vrouw heb ik het recht tot moord. Ja, die had ik ook. Die gedachten dan. Die mensen niet dan. Wijnanda is een zielig mens. Mark Rutte ook net zo zielig als Wijnanda. En George Herbert Walker Bush is nou dood, maar is ook een zielige man. Koning Willem-Alexander, er staat niks voor. Helaas. Ja, voor al die mensen. Oh ja, over films, hè? The Ring. En de Japanse versie. Dat meisje. Dat is Wijnanda. En daarom heb ik Wijnanda in mijn bed gehad. Dat magere scharminkel. Zonder poen. Uit de goot geplukt. Zij was dat meisje in The Ring. En wie ben ik in die film? Dat weet ik niet. Dat was het verhaal van Wijnanda. Mijn vrouw. Mijn enige wettige vrouw. Dag er weet. Het schijnt dat haar vader richting Joe Biden aan het gaan is. Babbling. Ik had hem graag met mijn blote handen gewurgd. Maar ja, dat zat er niet in. Moet je niet over zeuren. Ik ga hem even een vliegtuig slaan. Hoppakee. Dat is wel leuk, bij de Action kan je van die vliegenmappers kopen. Dat kost bijna geen rol. En dan moet je zo eentje hebben met een lange steel. En dan goed kijken naar die vlieg. En dan ook in één keer, watta! Je hoorde het net, hè? En dat zien ze niet aankomen. Ik ben aan het afsluiten. Begrijp dat goed. Dus geen nieuwe dingen meer. Alles wist je al. Alles wat ik vertel, dat wist jij al. Goed begrijpen. Een vliegenmapper van de Action kost helemaal niks. En ik heb er dus eentje en die is dus 70 centimeter. Het is van 15 centimeter breed en 20 centimeter lang. En mooi van die gaatjes erin. Dat, ja. En dan doe je gewoon wap. Hoppakee. En die vlieg voelt er helemaal niks van. Aan de andere kant, als je die vlieg niet mapt, dan gaat hij de hele avond, ik kan hier op het haar van Perry zitten. En die vroeg wel lekker. Ja, ik ben geen openbaar wandelterrein. Dat is toch mooi. Ik heb voor jullie allemaal, ik heb een vlieg vermoord. En dat was
om de hoeveelheid leed in deze wereld te verminderen, heb ik een vlieg vermoord. Klote beest. Dat was een kleine huisvlieg, by the way. Maar die kunnen ook uitermate irritant zijn. Ik weet nog... Sorry hoor. Ik weet nog dat ik door mijn vader werd ik gedumpt in een pand. Dat was een oude boerderij. Een boerderijtje in Groningen. In Groot-Wetsingen. Als eerste. Ja, ik had een fiets en ik had geld en... Ja. En ik kreeg alle dieren. Ja, de duiven. En ik was daar met de dieren. En mijn vader die zou er achteraan komen met de rest. En de verhuiswagen met de spullen. En ik zat daar. En dan zat er dus in een kozijn een enorme berg vliegen. Ja, die heb ik allemaal vermoord. Ik ben op de fiets gestapt en een insecticide gehaald. Wat is dat nou? En toen kwam ik erachter, ja, in Groningen heb je nogal wat vliegen. Ja, dat had je in Amstelveen niet. Nee. Maar in Groningen wel. In Gunning. Ja, maar al die stront. Van die schorpjes. In de kou. Groningers die zeggen geen koe, die zeggen kou. Maar van die kou, koustront. Strontsch. Dat is Willemburgs. Mijn boodschap is, er is niks aan de hand. Ik ga over 2 weken... maak ik op Haken 22, ben ik dan van plan en er wordt aardappelpuree. Dat vindt iedereen lekker. En een goede jus. Dat vindt iedereen lekker. En dan rode kool. Dat vindt iedereen lekker. En een stoofvlees. Met laurier. Zo makkelijk, jongen. Je koopt doorree gerunde lappen. Aanbraaien. En dobbelsteentjes. Hè? En dan aanbraaien. Het allergoedkoopste rundvlees. Met vet erin. En mag niet aan. Aanbraaien. De vlees uit de pan. En dan gaan we lekker wild. En dan maak je maar wat leuks. Uitje erin. En dan stoven. Ja, ik wil gaan naar de koekkruiden. Dat is lekker. Wat je ook kan doen is dat je ontbijtkoek koopt. En doe je ontbijtkoek erin. Dat is lekker, jongen. Met die aardappelpuree en die rode kool. Wauw. Er moet een tomaatje bij. Het heet Friets zuur vlees. Zuur vlees. Dus azijn moet je hebben. En suiker. Ja, tomaatje, dan de pruttel. Want als je die uien lekker klaar hebt, met die, dan gaat al dat vlees gaat terug in. En dan gaan we pruttelen. Dan lekker stoven. En op Haken 22 heb ik 1,5 uur stoomtijd. Als ik mijn best doe, dan wordt dan ja, behoorlijk pruttelen. Dat is een beetje te weinig. Echt wat langer pruttelen, maar...
Ja, alles kan. Ja, toch? Nihil de Leo. En komende vrijdag ging ik dan ook weer doen. Ook weer zo'n eenvoudig recept. En je wil dat mensen eten. Je wil de mogelijkheid scheppen dat ze het tevreden vinden. Dus aardmannetje bijvoorbeeld, die lust geen koekboek. Dan moet je die gozer ook niet geven. Dat lust hij niet. En de rest eet hij op. Ja, mooi zo, ben ik weer. Voor hem geen koekboek. Dat vindt hij helemaal niks. Ja, waarom ook wel? Ik vind het ook eigenlijk helemaal niks. Koekboek. Je bijt er eventjes op, een beetje speeksel erin, je hebt helemaal niks. Zo'n leuke discussie afgelopen vrijdag. Met Adriaan. Van Bassie. Hè? Bassie is een clown. Adriaan is een nette man. Hij had ook zo'n pistool. Had hij, zo'n klappertjes pistool. En een cowboyhoed. En die zei, ja, ik eet geen rijst. Dat lust ik niet. En ik had nasi goreng vandaag. En ik vroeg aan hem, aan Adriaan, ja, ik heb dus nasi goreng. Nou, dat is ook niet echt waar. Ik heb nasi à la peri. Nasi zoals ik het dan maken. Ik heb een nasi, ik kan gewoon lekker nassen. Ik zei, dan wil jij dan geen rijst, dan wil je gebakken aardappelen. Maar die had ik niet, maar ik had dan wel aardappelpuree. Ik zei, wil je aardappelpuree? En toen zei hij, ja, ik hou niet van rijst, maar ik hou wel van nasi. En die begeleider, die ging zo grinniken. Oké. Geen rijst, maar wel nasi. Geen probleem, jongen. Dat regelen we. Ja, nasi is Indonesisch voor rijst. En goreng betekent gebakken. Ja, ik had de nasi weer eens verprutst. Nou, niet helemaal verprutst, maar die... Nou, ik vond het eigenlijk niet erg slecht. Alleen, ja, het had iets droger. Ik heb een beetje te lang doorgekookt. Dat was alles. Iets eerder stoppen met koken misschien, hè? En dan een beetje laten uitdamperen. Een beetje omroeren. Hè? Dan heb je een mooie droge rijst. En dan gaan we die even lopen bakkeren. Dat is de grote grap. Hè? Eigenlijk moet ik op donderdag er ook langskomen. Dan ga ik donderdagavond de rijst koken. Dat is maar zoveel minuten. Dat is niet zoveel werk. Wat kon Perry doen? Nou, even de rijst koken. En dan ben ik weer weg. Dat moet je eigenlijk hebben. Lukt ook wel. Als je er maar aan denkt. Until my dying days. Nee, totdat ik naar... Ja, als ik naar Berlijn ga... Ik ga waarschijnlijk... Mogelijk naar Berlijn. En ik wil ook naar Casablanca. Het is een keertje afgelopen. Maar tot die tijd... Zolang ik nog in Arnhem woon... Maak ik voor die homo's daar... Die homo's en die idioten... En al de andere tuig. Dan maak ik toch wel even wat eten elke vrijdag. Eten waarvan ik zelf denk... dat is lekker. Oh ja, komende... Dit is een geniaal recept. Runder gehakt. Met kerrysaus. Spersiebonen. En rijst. En dan... ook gebakken aardappelen. Want Adriaan... Die houdt niet van rijst.
Dus die moet gebakken aardappelen erbij krijgen. Dat is zo makkelijk. Je moet die balletjes moet je rollen. Ik heb dan 2 kilo. Balletjes rollen. En ik heb nog die nasi-kruiden van de vorige keer, die boemboe. Die doe ik lekker door de gehaktuinen. Ik ga die boemboe eerst even opwekken. Dus ik doe een uitje in de pan, knoflook erbij, boemboe erin. Al die boemboe. En lekker die boemboe opbakken. Mooi zo, een beetje laten afkoelen. En dan gaat die boemboe door al die 2 kilo gehakt heen. En dan maak ik boemboeballetjes. Dat wordt lekker, jongen. En dan worden die flauwe zakjes met een kut kerrysaus. Maakt niet uit, ik heb er ook geen tijd voor. Een goede kerrysaus maken kost tijd. Gewoon van die zakjes, kom erop. En mijn spersiebonen erbij. En dan rijst en gebakken aardappelen, dan ben ik klaar. Dan lust iedereen nou. Ik wil ook nog een keer dat wij de vrieskist leeg gaan eten. Er liggen allemaal paprika dingen en alles op. We gaan de hele vriezer leeg eten. En dan gaan we de vriezer ronddooien. En we ruimte maken voor nieuwe dingen. Al die oude meuk eruit. Ik bedoel te zeggen dat mijn vermogen jouw vermogen ook is. Stop met het bestrijden. Ga doen. Zoals Mark Rutte zei, je moet gewoon. Je moet normaal gesproken. Je moet altijd. Je moet gewoon. Je moet hoe het hoort. Dit is de wet. Je moet gewoon. Je moet zonder meer. Je moet gewoon je bek houden. Amen. Zo zei het. Dank je wel voor het luisteren. Het feit dat jij nu nog naar mij luistert, betekent dat jij mijn sibling bent. Dat is Engels. Sibling. Sibling. Broer, zus, kind, vader, oma, opa. Van de familie. Dit is helemaal ter afsluiting. Mozes heeft geschreven als eerste Bereshit, eerste vrucht. Bara, baarde. Elohim, die wij zijn. Het dubbele punt. Hashemayim. Regen. Hemelwater. Vet.
comma. Haaretz. De wereld. Thank you, good night. And may your God, all gods, be with you. You go fuck yourself or yourselves and Perry loves you. Tot de volgende. Doei.